Gistermiddag heeft de ingebruikname van het mini-voetbalveld op het Volksplein plaats gehad. Bij deze gelegenheid gaf de burgervader aan wat de achterliggende gedachte is van het creëren van de verschillende accommodaties. We doen vandaag alvast de eerste aftrap. De bedoeling is, we gaan het verder uitwerken. Het veld is niet helemaal glad, maar we wachten even af. Het project is ook niet helemaal rond. De bedoeling is dat ik maandag het complete projectdossier ga krijgen, waardoor ik zaken in fase kan uitvoeren. Daar in die hoek moet een beachvolleybal komen met complete verlichting. Dat moet de eerste van die keren zijn. Ik weet niet of er andere zijn. Het blok hiervoor krijgt een kunstmat. Mini voetbal kunstmat met verlichting. Dan gaat er een blok overblijven tussen met omrastering, met verlichting compleet. Dan gaat er een stuk overblijven. Daar gaan we dan kinderspelen zetten. Want de gedachte gaat eruit naar dat hele gezinnen hier komen. Dat hele gezinnen, elk één van elke leeftijd op zijn of haar manier zich kan verpozen. Er gaat een beheerder zijn, die toiletten. Daar zijn we mee begonnen, alles te bekijken. Die toiletten gaan we in orde maken. Als dat stukje rond is, dan gaan we het veld in één keer kijken om helemaal glad te maken, zodat het heel mooi centrum wordt voor Nikeri. Dat is eigenlijk wat ik wil achterlaten voor Nikeri. Met ondersteuning van jullie natuurlijk. Maak er goed gebruik van. Je hoeft hier niet te betalen. Het enige wat wij vragen is om via de BIC van ons, meneer Genatak, als er groepen zijn, ploegen zijn, maakt niet uit hoe je het wil noemen, kunnen ze dan met de BIC, met meneer Genatak afstemmen over de speeltijden, zodat niet 5, 6 ploegen komen en dan gaan ze staan wachten. Is niet aangenaam, zodat in ieder geval iedereen gepland zijn tijd kan krijgen via meneer Genatak van RO. We gaan later ook wat verlichting zetten die voorlopig zal dienen voor het veld. Want iets wat grotere verlichting gaat er ook zijn wanneer het project zullen uitzetten. Maak er goed gebruik van. Nikeri, dit is voor jullie. Niet alleen nieuw Nikeri. Iedereen van alle kanten is welkom. De gedachte is, beweeg en blijf gezond. Dank u. Na deze woorden gericht te hebben tot de aanwezigen, deed DC Wit Prakash Jhulum Singh de eerste aftrap en verklaarde het geheel voor geopend en gereed voor de eerste wedstrijd. Het is de bedoeling dat er ook een deel wordt ingericht voor beachvolleybal, terwijl ook speelruimte voor de kinderen.